Oké, ik moet weg hier. Nee! Ik wil niet dood. Dat is niet de bedoeling. Hé, Frederik Bishop moet gewoon iedereen ownen. Yo mensen, tof dat jullie weer kijken naar een nieuwe video van mij, Joey, a.k.a. Killer J. Vandaag is het weer tijd om verder te gaan met de singleplayer van Battlefield 1. We hebben dit al een tijdje niet gedaan. En ik heb weer enorm veel zin in om er verder mee te gaan. We zijn vandaag aangekomen bij het vierde verhaal. En dit verhaal heet The Runner. Storm the beaches of Gallipoli under the guns of the largest naval fleet hitherto assembled. Dus... heel veel heb ik waarschijnlijk net verkeerd uitgesproken, maar ik heb er heel veel zin in. Alvast bedankt voor het liken die je op deze video hebt achtergelaten, dat vind ik echt super tof. En ja, vergeet natuurlijk niet even te abonneren als je dat nog niet hebt gedaan. Ik heb deze maand ook een vette giveaway, de December giveaway. En daarin kun je vette prijzen winnen. Deze ga ik in januari bekendmaken. En ik zal nou nog even snel een filmpje, ik weet dat heel veel mensen deze al gezien hebben, maar voor de mensen die nieuw zijn, hier nog even snel een filmpje hoe je kunt inschrijven voor de giveaway. Alle linkjes staan in de beschrijving. En ja, doe het snel, dan start ik de missie op en dan check ik jullie zo als de missie begint. Yo mensen, tof dat je weer kijkt naar deze video en dit is even een kleine uitleg. Ik weet, ik onderbreek de intro zomaar voor een uitleg. Dat klopt, want in december, het is december mensen, of het is bijna december, of als je dit kijkt is het al december, doe ik een vette december giveaway. En het is heel makkelijk om mee te doen, namelijk, je ziet nou mijn beeldscherm. Ik zit nu op een video van mijn kanaal en als je naar de beschrijving gaat, of je dat nou op de mobiel doet, of op de telefoon, of wherever, of op de computer, je kan naar de beschrijving gaan en er staat hier heel mooi giveaway. Nou, ik doe dit bij de Battlefield video, maar het kan ook zijn dat je nou een LSPD of R video kijkt of een andere video. En jij wil natuurlijk meedoen aan de giveaway, want er zijn 10 prijzen te winnen, hele vette prijzen. En die ga ik in januari weggeven als de giveaway afgelopen is, dus na december. Dus heel december is een beetje gehyped, dan kun je inschrijven. En dan in januari komt de uitslag, dus 1 januari is de giveaway afgelopen. Dus tot 1 januari kun je inschrijven, dus is het nog voor 1 januari. Vergeet dan niet even snel jezelf in te schrijven voor deze giveaway. Druk op giveaway. Heel simpel. En ja, volg de stappen. Druk op plus, weet je wel. Visit Killer J en volg mij op Facebook. Volg me op Twitter. Subscribe op mijn main channel. Subscribe op mijn tweede kanaal. Subscribe op mijn Twitch kanaal. En subscribe. Of volg me op Instagram. Nou, Facebook geeft je 2 tickets. Insta geeft je 2 tickets. Mijn main kanaal, waar je nou op zit, geeft je 1 ticket om daarop te abonneren via deze link. Mijn tweede kanaal geeft je 2 tickets. Mijn Twitch kanaal geeft je 3 tickets. En mijn Instagram geeft je ook 1 ticket. Dus als je dat allemaal doet, heb je uiteindelijk 11 tickets. En ja, die komen in een hele grote ton. En wie weet heb jij 1 januari een vette prijs op je deurmat liggen. Dus vergeet niet dit allemaal even te doen. En geniet verder van de video. Nou, dat is een bijzonder verhaal, jongeman. Of oude meneer eerder, want hij heeft al best wel een zware stem. Maar in ieder geval, we gaan gewoon beginnen. Het is in ieder geval, we moeten de beaches gaan stormen. Dus ik heb een idee van een soort van Tweede Wereldoorlog. Een Normandy idee, weet je wel. Dat je een beach moet bestormen vanuit je bootje en het fucked up is allemaal. Derde laan is Gallipoli Peninsula, spring 1915. The British Empire intends to open a new front of to the war. Plans for an unexpected... naval invasion of the Ottoman homeland are drawn up. The attacking naval force represents the biggest single fleet yet assembled. The gathered ships carry over 500,000 men. The force is drawn from Australia, New Zealand en nog wat andere landen. Oké, klinkt spannend. Day 1. At Cape Helles, the steamship River Clyde is used as a Trojan horse, crashing in onto the beach. It deploys several battalions of allied soldiers. A tenuous beachhead was formed of zo, iets stond er. Dat zal wel. Oké, day 2. Day 2. Ik denk dat wij bij day 2 aan bod komen. Yep. We zien de lucht. Wat gaat er gebeuren in de lucht? Oeh, we zien een oude... Zijn wij dit? Zijn wij deze oude man? Oh, onze laatste dagen dat we misschien nog in leven zijn. Misschien gaan we dood natuurlijk. Dus we genieten nog even van de natuur. We zien alle stoomboten en zo. Fucking veel vervuiling. Wat een kutschepen vroeger. Schepen tegenwoordig zijn veel schoner. Mag ook wel, want anders was de wereld al naar de galamize geweest. Oh god. Hey, are you Frederick Bishop? No. He's dead, sorry. But isn't this your picture? I suppose so. Jack Foster. I'm your new charge. No, you're not. You have to take this kid off me. Of course not. He came all this way just to see you. Frederick Bishop, the pride of Australia. Been lied about his age to get past conscription.
Morse code? Yes. Follow me. Oké. Deze jongen die is dus helemaal fan van de gast waar wij waarschijnlijk mee gaan spelen. En die heeft gelogen over zijn leeftijd om het leger te kunnen joinen. Dus dat is niet zo verstandig, jongens. Nooit doen, oké? Okay? Ik denk dat het ook echt iets is van vroeger en niet meer van tegenwoordig. Oké. Okay. First wave didn't stand a chance. Zullen we gaan kijken? How can we take the beach? We have the dreadnoughts this time. Plug your ears, kid. It's gonna be loud. Oeh, dreadnought. Use Q to hold binoculars, okay. Direct the dreadnought battalion. The barrage, okay. Ik wil daar vuur op hebben. Hoe doe ik dat? Even kijken hoor. Hoe direct ik fire naar iets toe? Dat is de grote vraag. Ah, zo. Ah, oké. Okay. We hebben het door. Holy shit, ik wil niet op die positie zitten. Holy fuck! Dat zijn een boel bommetjes. Oké, okay, dat was dus een stronghold. Net zoals aan die kant. Oh-oh. Oh-oh. Oh my god, we worden ook beschoten! Oh my god, oh, oké. Okay. Deze guy blijft zo fucking rustig. Move up with rear command only after I fire the signal flare. Yes, sir. Yes, sir. Try to stay out of trouble. Okay, hij mag niet mee van ons. Hij is nog te jong en hij kan zijn gun niet de bal optillen. Dat is ook een logisch iets. Okay, here we go. Top of the beach. We worden al fucking hard beschoten. Maar we moeten doorrennen, mensen. Dat is de objective. We moeten doorrennen. We moeten op het strand komen. En dan komt dat helemaal goed. Als we eenmaal op het strand zijn. Of niet? Nou, we moeten doorvechten. Dit is niet fijn, oké? Okay? Mensen, dit is niet fijn. Oh my god, zoveel bommen. Zoveel bommen en granaten, mensen. Oké, okay, het is de bedoeling dat we doorrennen, ga ik vanuit. Oh, we hebben een single fire. Dat is best wel kut. Reload. Even bukken. Overal komen we fucking kogels weg, joh. Hij is dood. There we go, hij is ook down. Gewoon doorgaan. There we go. Hier gaan we even reloaden en dan moeten we doorrennen. Want dat is natuurlijk wel belangrijk. We moeten ervoor zorgen dat we heel uit boven aankomen. Dat is wel een belangrijk dingetje, hè. Dan verliezen we de fucking oorlog. There we go, oké, okay, hij is ook down. Het was niet echt heel realistisch hoe ik dat deed, maar het is gebeurd. En daar gaat het om. Hoezo gaat die guy niet dood? Ik schiet hem toch... Dit is toch zijn hoofd? Ook schiet op zijn gun. Hij zit achter een gun en dan wil hij niet dood. Ga eens dood. Granaatje er naartoe. Dat werkt. Mooi zo. There we go, headshot voor jou, motherfucker. Even kijken, oh, wat zit hierin? Zit hier iets leuks in? Oeh, een automatisch geweer is nooit verkeerd. Automatische geweren, die zijn nooit verkeerd. Automatische geweertjes. Jalalala. Oh, wacht, er is een shotgun. Oké, okay, ook goed. Shotgun is prima, jongens. Wat zit hierin? Oeh, een sniper. Sniper is nog beter, jongens. Sniper is nog beter. Oké, okay, wat moeten we capturen? Daar mogen we niet heen. Oké, okay, we moeten naar A. Dat moeten we capturen. Dus laten we die kant op gaan lopen. Laten we dat gewoon even gaan doen. Want dat is natuurlijk uiteindelijk de bedoeling. Dat dingen gecaptured worden. En daar moeten wij voor zorgen. Dus daarvoor zijn wij ingehuurd. Oké, okay, deze rampage hebben we allemaal aangericht. Dus we moeten nou daar naar boven. We moeten iets gaan capturen. Nou, laten we dat maar even gaan doen. Nee. Oké, okay, hier mogen we niet langs. Dat is fucking kut. Dan worden we opgeblazen. Dan moeten we wel gewoon deze kant op. Dat is ook fucking kut. Want dan moet ik weer helemaal terug naar waar ik net vandaan kom. Fuck my life. Wat is dit eigenlijk? Flamethrower?
Oh, granaatwerper. Oké. Okay. Nee, het is geen flamethrower, het is een granaatwerper, Joey. Dit is mijn normale gun. En dit is mijn sniper, oké. Okay. Is deze maar, en dan als we de sniper nodig hebben, pakken we de sniper. Oh. Kut! Ren! Ik gooi de prachtige granaat op de grond. Oh my god, dat is echt heel slecht. Oh fuck. Oh damn. They really hate us, don't they? Waar ben je? Oh my god, waar komt dit allemaal vandaan, joh? Dat is een machine gunner in ieder geval. There we go. En nou moeten we even healen, jongens. Nou moeten we even healen. Oké, we hebben de fucking machine gun uitgeschakeld. Dat was een goede play van ons. Nou moeten we wel in leven blijven. Dat is ook wel belangrijk, denk ik. Er liggen hier nog ergens boxjes met goede wapens. Wat is dit? Oké, dit is die granaatwerper. Wat is dit? Ik wil wel even een shotgun eigenlijk. Shotgun en een sniper. Perfecte combo. There we go. There we go. Fuck you. Shotgun in je face, vriend. Dat overleef je niet. En dan moeten we doorgaan. We moeten deze heel hierboven capturen. Dus we zijn bijna op ons objective aangekomen. En dat is alleen maar goed. Want ja, onze objective moet... Oh. There we go, motherfucker. Jij moet ook dood. There we go. Hier nog iets goeds wat we kunnen gebruiken misschien. Dan gaan we gewoon omhoog. Zit hier nog meer mensen? Ottoman Empire, jongen, jullie worden verslagen, jongen. Door één fucking gekke Brit. Die, bitch. Oh, kut! Ik moet reloaden! Nee, nee, nee! Ik had er lang dood moeten zijn, man! There we go, quick scope. Van close range, maar het maakt niet uit, hij is dood. There we go. Bunny Huppen werkt altijd. There we go. Wat is dit? Gewehr Infanterie. Oké, okay, there we go. Okay, nieuwe wapens, nieuwe kansen. Even ammo pakken zo. Ja, hier is oneindige ammo van, dus dat is goed. Zo, nou hebben we weer een normale. There we go, die bitch. Mogen we dit ding nog cappen of wat? Oké, we gaan hier gewoon liggen zo. Niemand weet dat we hier zijn. Niemand weet dat we hier zijn. Fucking stealthy, mensen. Fucking stealthy. Oké, let's capture this ridge, man. Let's capture this ridge. That's what we're supposed to do. Oké, objective complete. Wat is onze volgende objective? Oh, time to send up the flare. Of course. How couldn't I think of that? Even hem de les leren, weet je? Zo van, je moet de volgende keer luisteren, want kijk, anders gebeurt dit met je. Come on. I'm gonna die. Nah, you're not gonna die. No, you're not. You're Australian. You're impossible to kill. Yeah. I guess so. Unless... Not a Kiwi, are you? Now. First things first. Here, come on, stand up. Follow me. I'm in here.
Just arm out. Butt into your shoulder. That's it. Cheek against the butt. No, that's it. Point it where you want to shoot. That's it. Okay. Put your feet apart a little bit. Oké, we leren nog even snel schieten midden in een oorlog. Echt fucking slim. I was beginning to think I already lost my Australians. What can I do you for? Not you, the boy. We need a runner for the front lines. Really? No. Yes. No. You can't make the kid do it. He'll just stumble into a firefight and get killed. No, I can do it. No. I'll do it. Oh, natuurlijk, wij gaan het doen, want wij mogen wel dood, maar kind niet. Nou ja, ik vind het eigenlijk wel logisch. You will be running. You will be running. Oh, kut, ik wil niet rennen. There we go, oké, rennen. Wat moet ik precies doen? Waarom moet ik zo hard rennen? Oké, ik ren nu! Maar wat is de bedoeling van dit? Oh, kut. Ik moet waarschijnlijk daar naar een positie gaan zonder gespot te worden. Fuck. Ik ben de spotter. Ik wil de spotter helemaal niet zijn, man. Nou, is er namelijk niet allemaal te doen. Ik denk het haast wel. Ik wist dat er iemand boven was. Bitch, die. Oké, ik kan nog het objective kan ik nog niet zien. Dus dat is een beetje kut. Maar we rennen wel gewoon door, want dat is onze opdracht. En wij houden ons aan onze opdracht, want dat is hoe militairen werken, oké? Je krijgt een opdracht, je voert hem uit of je voert hem niet uit. Ga eens dood, vriend! Oh my god. Kan deze... Oh, kut, we gaan dood. Hier naar binnen, dan ben ik veilig. Oh. Fucking hell. Dat waren heel veel mensen in één keer, mensen. I got stabbed. En ik sla tegen mijn mic aan. Is niet zo slim. Niet tegen mijn microfoon slaan, Joey. Hoort er niet bij. Oké? Kopje erbij houden. Oké, in één keer zo gaan rennen is misschien niet zo slim. Misschien moet ik toch wel een beetje sneaky doen. Eerst moeten we deze motherfuckers even killen. Oké. Die, motherfucker. Here we go. Oké, need to find a way to get to the fucking objective. There is my only way. By and charge our way to it, me. Denk waarschijnlijk gewoon, oh my god, sniper. Maar, wat ze niet weten is dat wij dit gewoon vanuit hun huisje deden. Oké, ze wisten het wel. Dit is best wel kut, holy shit, rennen Joey! Rennen. Oké, een lure. Ik ben daar. Oké, ik ben niet, auw. Auw. Ah, fucking hell. Waarom? Oh, hug the wall, Joey. Oké, dit werkt, tot nu toe werkt dit. Ah, ga dood, vriend! Oké, we hebben hem gehit. We hebben hem niet gehit. Oké, we gaan wel een stukje deze kant op. Even uit het zicht van de machine gun. Kijken wat dat is. Oh, oké, ja. Ja. Dit wordt ook onze dood sowieso. Holy shit. Ga eens voor je richting. Vriend.
Oh my god. Oké, dat valt ook niet te raken. Weet je wat? We moeten naar het badhuis, dus dat gaan we dan maar gewoon doen. We gaan naar het badhuis toe rennen. We zijn chargers. Dus wij kunnen dat. Oké, we moeten gewoon chargen, 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 chargen. There we go. And we did it. Nothing hard about that. Oké, daar moeten we heen. We zijn nu al een behoorlijk eind gekomen, mensen. Dus ik vind het al best wel knap tot hoe ver we nu hebben geschopt. Ik snap geen ene kut van deze missie, maar dat maakt niet uit. Oké, we moeten gewoon doen wat ons gevraagd wordt. Oh my god, ga eens dood, vriend. There we go. Oké, die motherfuckers zijn ook dood. Gaan even dit huisje in. Hopelijk is er niemand. Hopelijk worden we niet meer gestapt. Het badhuis. Oké. Hallo, mate. Jesus. Wat moet ik nu dan? Moet ik nog door? Ik wil niet door. Ah, fucking hell. Moet ik weer helemaal terug. Dat was niet de afspraak. Maar ja, we doen het maar gewoon. Ja, omdat we geen keuze hebben. Ah, damn it. Dan loop ik eerst het hele kutdorp door. Door bijna dood te gaan ook, hè. Om vervolgens weer helemaal terug te rennen. En dan daar waarschijnlijk de orde te krijgen om weer terug te gaan. Dit is een beetje voorspelbaar, EA. Uh-oh, ons kamp wordt overrun. Daarom moeten we dus terug. Show yourself, bitch. Oké, ik moet weg hier. Nee! Ik wil niet dood. Dat is niet de bedoeling. Frederick Bishop moet gewoon iedereen ownen. Oké, we geven nog één poging en anders gaan we door met deze missie in de volgende episode, oké? Want het is best een lastige missie. Maar we geven het nog één... Oh nee, we moeten dat hele kut ook weer door. Wauw. Wow, dankjewel, EA. Dankjewel for being so understanding to me. Oké, dat je me niet gewoon een checkpoint geeft vlakbij waar het helemaal los ging. In plaats van helemaal hier. We rennen nou ook gewoon mooi door. Gewoon kijken of we op tijd terug kunnen komen bij ons kampje. Bij ons mooie kampje. We doen gewoon net of we bij die Turk horen. Oké. There we go. There we go. Gewoon van in de rug, weet je, lekker. Oh fuck. Die was mis. Helaas pindakaas. Maar we kunnen dit nog goed doen. We kunnen dit nog steeds goed doen, hoor. Oké, hij zegt ik kan niet genoeg mensen afhouden, dus we moeten terug naar Wile, onze kleine Australische vriend. En dat is een beste attack hoor, die Turken op dit moment uitvoeren op onze linies. Zo, jij hebt goede armen. Mag ik? Dankjewel.
Dankjewel. Oké, okay, die zijn dood. Oké, okay, locate Whitehall. Whitehall, are you here, mate? Nice! Hij heeft ons leven gered. Hey! Yeah, you could have killed me. But I didn't. Nice shot. Oh, well, you know, I just kind of saw him out there and... You got falling lines across the board. That's what I thought. Bishop, go tell rear command that we'll be moving up. Hey, don't worry. I can handle myself here. Head down. Got up. No open areas. Got it? Got it. Oké. Dus wat we nou gaan doen, dat zien jullie in de volgende video. Ik hoop dat jullie hem leuk vonden. Bedankt voor het likeje als je hem hebt gegeven. Super bedankt. Eén klein klikje op je linkermuisknop. Het kost niet eens wat geld of zo. Het is gewoon helemaal gratis. Dus doe dat even. Doe mij heel goed namelijk. Vergeet niet even een comment achter te laten van wat jij er nou van vond. Schrijf je in voor de giveaway. En check de volgende video natuurlijk. Morgen. Iedereen bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer. Laters. Ja.